32e mini-motorrun naar Amerpoort. Kun je daar iets over vertellen? Ja hoor, wij organiseren naast de gewone run altijd een mini-run op de zaterdagmiddag. En dat is bedoeld voor de cliënten die niet met de grote motorrun mee kunnen, omdat ze bijvoorbeeld geen helm op willen of omdat ze niet zo lang stil kunnen zitten. Er wordt in kleine rondjes over het terrein gereden, dus ze zijn steeds ongeveer 10 minuten, een kwartiertje onderweg. Dat kunnen ze nog volhouden en kunnen ze toch genieten van het motorrijden. De mini-run, is dat ook voor cliënten buiten Nieuwe Oord? Ja, op de mini-run op zaterdagmiddag mag iedereen komen instappen. Dus het is in eerste instantie bedoeld voor alle cliënten die hier op Nieuwe Noord wonen en morgen niet mee kunnen. Maar verder mogen ook kinderen mee van de medewerkers, van de rijders, mogen ook instappen. Cliënten die niet mee mogen morgen met de grote run omdat ze te zelfstandig zijn, die mogen ook een keer een rondje meerijden. Openbare weg, mevrouw, daar heb ik niets mee te maken. Hallo, ik heb een vriend of geen vrienden? Ja, ja, dat komt er allemaal openbaar op tv zeker. Ja. Morgen, dat is de grote dag, dat is de grote motorrun. Hoeveel cliënten kunnen er dan mee? Dat is een beetje afhankelijk van het aantal inschrijvingen. In principe hebben we een ochtendrit en een middagrit. En heel vaak komen dus twee verschillende cliënten in één span te zitten. Eentje 's ochtends, eentje 's middags. Tenzij er afgesproken is dat de rijder zelf iemand uitkiest die die meeneemt. Een bekende of een bezoekrelatie. En die mag dan de hele dag mee. Dus in theorie zou het maximaal, als we de 100 halen, 200 cliënten mee kunnen. Maar ga ervan uit dat het dan ongeveer tussen de 180 en de 190 zijn. Voor de hoeveelste keer rijdt u vandaag mee? Dat ligt eraan hoe u het berekent. Ik was er vanaf de eerste keer. Ik ben er een aantal jaren tussenuit geweest. En vorig jaar ben ik weer opnieuw begonnen. Dus tweede jaar of. Ik geloof dat ik er maar 10 jaar tussenuit geweest ben. U heeft een zijspan. Wat trekt u om hier nou aan mee te doen? Is dat nou een argument wat ik werkelijk moet uitleggen? Ik bedoel, dat is vast iets wat u zichzelf kunt bedenken. En ook alle kijkers kunnen bedenken wat eventueel ten grondslag legt aan waarom ik mee wil doen. Als ik dat moet beantwoorden, dan ga ik me schamen. Eens een keer ga je met de motorrun mee? Morgen. Ja? Morgen ook. Morgen ook? En weet je al welke motor je gaat rijden dan? Nummer 50. Morgen ijsje eten op de Brink. Hoe zit dat? Tot nu toe konden we steeds voor onze sponsor parkeren, maar daar is geen plek meer voor. Dus nu mogen we op de Brink. Daar kunnen we met z'n allen heel royaal staan. En dan krijgen alle rijders en passagiers en ordonnances en politieagenten een ijsje van het Petershof.